Ja! Het wordt heel bijzonder vandaag. Want? Het wordt meer dan heel bijzonder vandaag, want ik wil wel even opstaan. Ik wil even die kant op gaan. Ja, wacht even. Zet hem even open. Zet hem even open. Ja! Okay. Ja! En als u denkt, daar staat dus een hele radiostudio opgesteld, dan heeft u het wel bij het rechte einde. Kom even deze kant op. Ja, vind je dat wel verstandig om nu weer deze kant uit te lopen? Eigenlijk niet. Staat hier een milkshake? Staat er een milkshake? Ik vind het ook niet verstandig, maar daarom werk ik hier ook. Zo. Ik dacht dat Leo van de Goot erg was, maar dit slaat alles. Dit slaat alles, ja. Je zit met je koptelefoon. Ja, lukt het allemaal nog een beetje? Ik neem dus dit mee. Ik kom nu even inspecteren wat dit allemaal is. Wat is dit? Want ik weet niet wat het is. Ben, wat is dit? Help me. Eens even kijken. Hier staat op het moment een sampler met erin wat drumgeluiden. Au. Ja. Wow! En dat een beetje naar aanleiding van het sample-project van vorige week, waarin jij niet gesampled kon worden. Nee. Dus dat gaat niet. Dus, en voor de rest staat er nog wat een en ander aan galm. Ja. God. Desnoods. Te gek. Wauw. 15.000 computers. Lekker drumstel, hè, Mario? Wat voor een auto heb je thuis, trouwens? Dit is allemaal meegekomen uit de club? Of, Deze vraag geef ik op het moment even geen antwoord. Oké. Okay. Kan dat bij mij ook? Ja. Oh, nee. Ja, jawel. Ja. Wat is dat leuk. Ik wil ook. Ik geef mij ook zo'n stokje. Ik stond laatst nog in een dierenzak. Prachtig. Countdown is zo gemaakt, hoor. Ja. Oh, nee. Er moet wel een beetje afwisseling in zitten, natuurlijk. Dat is waar. Wacht even, Ben, als jij even het nu volgende verhaal begeleidt met geluiden, zal ik even uitleggen wat hier precies staat voor de mensen die niet technisch geïnformeerd zijn. Eindelijk. Er is een plankje van ongeveer 40 bij 20 centimeter, verdeeld in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vakjes. En elk... Natuurlijk. Zo, zijn we nog in de lucht. Elk vakje vertegenwoordigt een geluid. Ga even terug. En ja, loop jij ondertussen even terug. Die vakjes staan in verbinding met een elektronisch apparaat. Dat heet een sampler. En daarin zitten de geluiden die je nu hoort. Yo, one. Dus wat je nu hoorde, deed Ben hier live. Door met zijn stokje op dat plankje te rammen. Ja, je hoort nou even een beetje een tikken van dat ding erbij. Ja, als die microfoon dicht zit. Deze, dan kun je deze hoor je even dichtzetten. Deze. Gooi de derde microfoon even dicht. Oké. Okay. Ja. Nog even een demonstratie. Waanzinnig. Fantastisch is dat, hè? Oké, kortom, wij gaan de Minimix, hè, het koninklijk wij, maar eigenlijk Ben, live doen. De Veronica Omroeporganisatie is er trots op te mogen presenteren. De man die zijn halve studio achter in zijn auto heeft gevoerd. Ben Liebrand met de Minimix live. En heeft Michael Jackson ook meegenomen. Escape while you can. Run, run, go now, run. All systems running. Wacht even, het wordt nu wel erg stil. Het was niet de bedoeling. Het zou nog zo goed zien, dan wel. We moeten het... Help! Stop het cd'tje wel scherp. Ze moeten me straks afvoeren als het zo doorgaat. Nou, laten we dit eens gaan proberen. Het moet toch lukken? Waarom doet die flauwekul het niet? Nou, vul jij even de zendtijd op, Ben. Wat dat betreft hoeven wij niet meer te improviseren. Dus niet meer noodzakelijk. We zitten hier gewoon een complete studio neer. En Ben ramt wel. Kun je niet elke week meenemen, trouwens? Ik ben er helemaal gek van. Wacht even. Wij willen Michael Jackson. Misschien helpt dat, of niet? Even scherp zitten. Okay. Live dan live. Nou, daar ga je dan. Wil je allerlei moderne projecten uitvoeren? En... Hoor je al wat? Ja, ik hoor wel wat. Ja, ik hoor een soort Michael Jackson die blijft hangen. Dan vind ik dat op zich niet zo'n bezwaar. Als hij maar niet hier naartoe komt. Wat zeg je? Zou je iets scherp zetten? Nou, zet hem iets verder terug nog. Zet hem iets verder. Ja, nee, nog wat verder. Doe hem nog wat verder. Hij staat volgens mij ergens in het midden, joh. Dat is eigenlijk wel heel frustrerend. En het was zo goed opgezet, hè? Geef mij een koptelefoon. Ja, oké, jij krijgt een koptelefoon. Praat ik ondertussen even met Nederland. Hebben we nog wat foute brieven die we voor kunnen lezen? Want zijn improvisatievermogen was weer niet zo geweldig. Weet ik veel. Wat wilde je hebben, Ben?
Wat foute brieven bedoel je? Nee, ik bedoel... Even voor de luisteraars, deze kant werkt hoor. Nee, het ligt niet aan Ben Liebrand. Die heeft hier nogmaals zijn prachtige studio staan. En de NOS die is dan trots. En Veronica ook, want die denken dan een paar mensen te hebben gevonden die wel redelijk op die spullen kunnen werken. En all dan, systems go! Het enige wat kan werken is Ben Liebrand. Dit is geweldig, dit is geweldig. Ik wou dat hier 38.000 televisiecamera's bij stonden. Ik wou dat dit opgenomen werd. En dat jammer, dit, weet ik veel, in Countdown uitzenden een uur lang of zo. Of in een andere veel bekeken show. Dit is fantastisch. Nou is het voor iedere muzikant waarschijnlijk. Ben Liebrand ook, die vindt het waarschijnlijk heel normaal. Maar ik sta hier toch wel een beetje van te kijken. Ik vind het toch wel mooi. Nou, hij zit hier vreselijk gewoon te zijn. Ja. Ben. Dit doet hij gewoon vaak. Dit kan niet anders. Nou, ja. Oh ja. Ben Liebrand.
En hij gaat zich nu uitkleden.